Hallo allemaal, het is woensdagavond, het is 8 uur, het is tijd voor een avond nagelplezier, Nail Talk Live. En we zitten er weer met z'n drieën klaar voor. Ja. En het is alweer de 13e aflevering van dit seizoen. Ja, het is, we gaan langzaam aan het aftellen gewoon. Ja. Helaas. En het is niet alleen de 13e aflevering van dit seizoen, maar het is de 49e aflevering die we überhaupt van Nail Talk Live maken. Dus volgende week... Een jubileum. Een jubileum. De 50e aflevering. Ja. Oh, de tijd gaat erg snel, maar dat zeggen we iedere week. Maar het voelt deze week wel extra zo. Jazeker. En vooral als we, omdat we tegen die 50e uitzending aanlopen. Dan denk ik echt van wauw, het is echt heel snel gegaan. Ja. We hebben natuurlijk wel een aantal bijzondere dingen voor jullie in petto, hè, volgende week. Dus ik kan er nu nog niet te veel over zeggen. Maar je moet zeker volgende week kijken, want we hebben een paar hele geweldige prijsvragen. En we gaan een hele bijzonder onderwerp bespreken met elkaar. Maar vanavond gaan we dat ook doen. Ja, zeker. Want jij gaat bij mij je nagel maken. Ja, ja, ik ga een hele mooie stiletto nagel maken met alle glitter en glamour. Want ja, ik vind eigenlijk, en zoals we eigenlijk gemerkt hebben op de internationale training ook, de stiletto maakt toch echt wel een comeback. Ja, 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 zeker. Sterker nog, toen ik in Parijs was voor de opening van Sabine, wat we vorige week over hadden, hadden ze allemaal stiletto nagels op hun vingers. Echt stuk voor stuk stiletto nagels. Ja. Weliswaar dan weer een modern stiletto nagel. Ja. Die is dan weer iets anders dan de stiletto nagel. Ja. Maar toch gaan we gewoon lekker de ouderwetse oldschool stiletto nagel maken. Ja. Oh, hebben wij die veel gedragen. Ja, veel gedragen en veel gemaakt. Ja. Want bij ons in de salon deden we echt, ik denk misschien wel 40% van de tijd stiletto nagels zetten. Ja, dat denk ik ook wel. En dan echt in alle wonderlijke kleuren die je maar kon bedenken. Met alle bizarre prints die je ook kon bedenken. Dus dat, ja, prints waarvan ik nu zou zeggen, nou, ik zou dat misschien niet meer helemaal doen. Nee, maar die nagels waren wel heel mooi. Maar we hebben nog veel meer vanavond. Ja. Zoals, ja, we hebben vanavond ook nog Mirjam. Want die gaat ook lekker oldschool. Die gaat met acryl fadings maken. Iets wat we natuurlijk in het verleden heel veel deden. En wat nog steeds echt wel gewoon een hele leuke en creatieve manier is. Om gewoon heel veel kleur in een nagel te brengen. Gewoon een hele prachtige nagel van te maken. En we hebben ook Dermatalk vanavond. En in Dermatalk gaan we het vanavond hebben over psoriasis. Ja. Ja, wat kan Stijn ons daar nou eens allemaal over vertellen? En is nou psoriasis of is psoriasis? Of psoriasis? Of psoriasis. Ja. Nou, ja. We snappen allemaal waar het over gaat. Daar komt straks meer over. Ja, en Chemtalk hebben we natuurlijk. We gaan praten over de hittereactie in de lamp. Hè. Hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? Ja. Waar komt dat vandaan? Catharina laat weer prachtige plastigel design zien. Ja. Ook heel mooi. En Ellie gaat aan de slag met handpainting. Dus weer een vol programma. En we hebben natuurlijk nog Roos met Salontalk. Nou... Ik bedoel, ik denk dat we van alles nog vergeten, maar we zijn er in ieder geval klaar voor. Wij gaan beginnen. Nou, en vandaag is dus het hoofdthema de stiletto-nagel. En daar gaan we van alles over bespreken en vertellen. Ja. Waar komt hij eigenlijk vandaan, de stiletto-nagel? De stiletto-nagel, ik denk dat het is begonnen met... Op een gegeven moment zijn de elmet-nagels langer geworden. Mm-hmm. Werden het amandelnagels. Dat was een trend vanuit Amerika. En dat is in Rusland steeds heftiger geworden. En heftiger en steeds scherper en scherper en scherper, mm-hmm, en scherper en scherper. Rechte zijlijnen. En dat was toen plotseling de stiletto-nagel. Maar er is nog een hele tijd geweest dat er een verschil is geweest tussen een bolle stiletto-nagel. En toen werd die steeds scherper en puntiger en langer en scherper. Ja. En met name ook langer. Ja. Ja. Die schablonen werden steeds langer. Ja. En nu is het... Ja, we gaan vanavond een echte stiletto, die hele scherpe variant maken. Hè? Nou ja, niet dat je echt een naald scherp krijgt, mm-hmm, want daar heb je wel weer andere tools voor nodig. Maar wel, ga wel het hele schabloon benutten. Ja, absoluut. Dus we gaan wel een mooie punt eraan zetten. Ja. Ik weet nog wel dat we toen die stiletto schablonen uitkwamen, want wij deden dus, zoals ik toen net al zei, heel veel stiletto nagels. Ja. En wij plakten dan schablonen op schablonen om die lengtes maar te krijgen van die lange nagel. Ja, klopt. En dan deden we de onderkant nog frezen, want dan kreeg je dat randje van het overgang van je schabloon. Dat was dan ook nog heel vervelend. Ja, en we zetten natuurlijk toen ook nog alles redelijk vol in kleur. Ja. Ja. Dus dan zette je die nagel. Dat was best wel een gedoe hoor. Want die nagel die kon je dus maar één keer opvullen. Ja. En dat was wel iets waar je, hoewel we dat toch ook wel in 2 uur deden. Ja, uiteindelijk wel.
na een aantal keer trainen. Ja, als de routine erin zit, dan ja, maar binnen dat is twee het. Uur. Ja. Dat is het wel. Ik blijf het wel een hele elegante vorm vinden. Ja, het is toch wel mooi. Nou, we hadden het toevallig over, ik heb gisteren een teamtraining gehad en ook even die stiletto nagel naar boven gehaald. En op het moment dat je hem dan draagt, dan is het ook iets, je blijft er ook continu naar kijken en voelen. En het heeft toch ook wel weer iets heel elegants. Ja. Maar het is ook net of dat je hand gewoon in één keer zo... Ja. Ja, zeker tegenwoordig met nagelbedverlengingen ja, ook. Ja, 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 ja. Want dat maakt het, accentueert het natuurlijk nog een keertje sterker. Toen ik begon met het maken van stiletto nagels, werd er ook niet gepinched. Toen haalden we echt de kracht van de nagel uit de massa van product, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk wel wat anders intussen geworden. Want die technische vaardigheid is nog steeds wel heel belangrijk. Ja, is wel belangrijk. Ik ga vandaag ook wel die schabloon plaatsen. En niet zoveel product zoals dat we 10 jaar geleden deden. Dus ik ga wel echt gebruik maken ook van de techniek. Dus in dit geval wel het pinchen. En er toch ervoor zorgen dat we gewoon een mooie, dunne, draagbare nagel krijgen. Nou ja, draagbaar is natuurlijk een relatief concept, hè? Nou, weet je, kijk, als ze zo heel scherp, scherp, scherp gemaakt zijn, dan moet je echt wel uitkijken, zeg maar. Maar wanneer je ze een beetje, hè, een klein beetje het puntje ervan afhaalt, dan is dat eigenlijk, wanneer je eraan gewend bent, prima te dragen. We hebben het natuurlijk vroeger echt wel heel veel gedragen en we konden er alles mee. Ja, maar dat was wel altijd met een nieuwe set, was de eerste dag wel even weer ontdekken hoe je het ook weer moest doen. Ja. En er zijn een aantal vragen die krijg je standaard als je stiletto nagels draagt. Ja. Ja. Ik zal die vragen niet allemaal gaan herhalen. Nee, maar je kunt ze wel raden, denk ik. Maar je kunt ze wel raden, hè, hoe je bepaalde handelingen nou moet doen. Ja. Ik weet nog wel één ding heel goed, dat waren alle gaatjes in mijn kleding. Oh ja, ja. Want dat is ook wel, hoort ook een beetje bij stiletto nagel. Ja. Dus in absoluut. Sokken, hè, want ik draag natuurlijk sokken. Panties. Ja. Nou, panties heb ik nooit gedaan. Nee, dat was dan net een brug te ver. Maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar het ophijzen van die sokken. Nou, ik deed panties serieus altijd. Deed ik een sok over mijn hand, maakte ik een vuist. En dan ging ik, zeg maar, die andere ook. En dan kon ik zo net zo met mijn vuist zo. En dan die panty, ja, dat is vreselijk. Maar inderdaad ook gewoon shirtjes en zo. Overal zaten gaatjes in. Ja, ook in andere mensen hoor. Want dan was ik weer eens enthousiast en dan pakte ik iemand heel enthousiast vast. Want ik ben nogal handtastelijk op bepaalde momenten. En dan ging het weer bam! En het mooiste wat ik me nog kan herinneren was, ik had op een gegeven moment bij mezelf een set stiletto nagels gezet. Zo lang waren die echt. Ja, waar ging die dan? Groen met opalen erin en alles. En ik doe de deur van de zaak open en breek zo dat puntje van die stiletto nagel af. En dat... En dat gebeurde toch nog wel eens met... En dan ging je dat puntje terugzoeken en dat puntje teruglijmen. En dat moet je maar even. Eronder. Ja. Ja, maar in ieder geval, je kunt de stiletto nagel met iedere product maken. Hè, in principe wel. Wat je eigenlijk ziet, we hebben het over de trend van stiletto nagel die terugkomt. Hè, maar eigenlijk is dat de trend onder de nagelstylisten voornamelijk. Ja. Je ziet dat ze graag willen laten zien wat ze kunnen. Dus daar zie je die extreme vormen steeds meer in terugkomen. Of het zich echt weer helemaal naar de consument gaat verplaatsen. Wie weet, ik denk als wij dragen, misschien dat het daar wel terecht komt. Ja. Maar je kan het met alles maken. We hebben natuurlijk, het wordt steeds makkelijker, hè, met een powergel, waardoor je wat makkelijker en meer de tijd hebt om lange nagels te kunnen maken. Daar waar ik vind eigenlijk wel, ik ga het gewoon oldschool met acryl doen. Ja. Dat is toch wel, En mijn gel is ook prachtig, je kan het eigenlijk met alles maken. Ja. Maar het zijn verschillende stappen, je bouwt het net even allemaal anders op. Ja, ik vind wel het cappen, dus het bedekken van de nagel, als je die dan gaat afwerken, dat is met gel wel heel mooi, dat is heel helder. Ja, dat is heel helder. Maar goed, daar hebben we het straks wel over tijdens de tech-tafel, want dan kunnen we wat meer over de details van de techniek achter de stiletto-nagel gaan hebben. Ja. Ik denk dat het tijd wordt voor Dermatalk. Ja, over psoriasis. Psoriasis. Ik heb een collega van mij, en die is nagelstyliste. Mm-hmm. En zij heeft psoriasis alleen aan haar nagels. En dat komt en dat gaat. Ja. En dat is met name, of tenminste de onycholysis. Mm-hmm. Als gevolg van een psoriasis, die komt en die gaat. Ja. Is dat normaal?
Heeft zij ook putjes in die nagels ook daarbij? Nee, dat niet echt. Het is echt meer met name onycholysis. Ja. Ja, kijk, psoriasis is een huidaandoening die sowieso van nature een beetje op en af gaat. Mensen kennen natuurlijk, hè, als ze aan psoriasis denken, de mensen met de plaks op de ellebogen en op de knieën. Hè, die rood zijn, scherp begrensd en ook makkelijk schilferen. Ja. Maar psoriasis kan inderdaad ook geïsoleerd aan de nagel voorkomen. Hè, dan wordt de diagnose soms niet al te vlug of makkelijk gesteld. Maar psoriasis, zowel van de huid als de nagel, is echt iets wat een beetje van nature ook op en af gaat. Alle huidziekten, ook als die alleen betrekking hebben op de nagel, reageren op stress. Hè, dus bij een toegenomen stressniveau, verminderde weerstand, dan worden vaak nagelaandoeningen die gevolg zijn van een huidziekte, worden erger. Dus het is altijd goed, hè, als mensen, hè, wat minder stress hebben, maar daarmee gerelateerd ook een beetje regelmatig leven leiden. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Maar als het dan uiteindelijk toch daarmee allemaal met alle beste bedoelingen steeds maar een rol blijft spelen, dan kan het soms nodig zijn om toch medicatie te gebruiken tegen de nagelpsoriasis. Mm-hmm. En er zijn een heel aantal middelen die het immuunsysteem een beetje, hè, moduleren. Hè, ja. En daarmee de psoriasis heel goed kunnen genezen. En juist voor die nagelpsoriasis zijn daar een heleboel goede mogelijkheden voor om in een hele milde dosering van bepaalde medicijnen het toch de psoriasis van de nagel heel goed onder controle te krijgen. En dan zowel de psoriasis waar het loslaat, als wel de putvorming of de vlekvorming? Ja, absoluut. He, dus alle vormen van psoriasis of van nagelpsoriasis reageren daar wel goed op. Er zijn ook wel eens onderzoeken gedaan en artikelen verschenen dat het gebruik van bepaalde medicijnen ook een uitlokking of een onderhoudende factor kan zijn voor nagelpsoriasis. En dan hebben we het met name over bepaalde bloeddrukverlagers die ook iets met het hartritme doen. Ja. He, daarvan wordt wel eens gezien dat dat een oorzaak kan zijn van nagelpsoriasis. Dus als iemand toevallig zulke medicijnen gebruikt en een slecht onder controle te krijgen nagelpsoriasis heeft, dan kan het wel eens de moeite waard zijn om daar ook eens naar te kijken. En dat soort medicatie, daarvoor moeten we ook echt naar de dermatoloog doen? En of kan dat via de huisarts? Nou ja, kijk, het zou wel nuttig zijn om eerst dat even te laten bevestigen door de dermatoloog. Dat de dermatoloog het ook terug kan koppelen naar de huisarts. Mm-hmm. Want er is denk ik bijna geen huisarts die als de patiënt aankomt van ik zou graag mijn bloeddrukverlager niet meer willen gebruiken of iets anders. Mm-hmm. Dat die daar dan meteen mee akkoord gaat. Natuurlijk, het hart en de bloeddruk zijn ook ontzettend belangrijk. En soms is het heel erg zoeken naar een bloeddrukverlager die bij de patiënt goed aanslaat en de boel goed onder controle houdt. En dan is er geen andere behandelingsmogelijkheid daarvan. Dus het is wel goed omdat er dan overleg is, bijvoorbeeld tussen de dermatoloog en de huisarts of de dermatoloog en de cardioloog. Ja, de specialisten. Voordat absoluut. Om gewoon de juiste weg te kiezen. Ja, zeker. Oké, maar fijn om te horen dat er in ieder geval dat er oplossingen zijn. Er zijn dingen aan te doen. En we kunnen ze in ieder geval altijd optisch verfraaien. Ja. Dat brengt me wel tot mijn laatste vraag. Mm-hmm. Als je die putjes hebt als gevolg, lopen die putjes helemaal tot in het nagelbed? Nee. Dus door de hele nagelplaat heen? Nee, dus goed dat je dat zegt. Die lopen niet in het hele nagelbed, omdat je dan ook duidelijk aanwijzingen zou zien van ook van onycholyse ook daaronder. Soms komt het wel gecombineerd voor zo'n onycholyse of olievlek fenomeen bij psoriasis en die putjes in de nagel. Alleen de putjes die bevinden zich eigenlijk aan de bovenkant van de nagelplaat, omdat het vaak het gevolg is van psoriasis of een beetje schade aan de proximale gedeelte van de nagelmatrix waar de nagel gevormd wordt. En dus als zodanig uitgroeit dat daar aan de bovenkant van de nagelplaat dus die putjes komen. Ah, oké, interessant. Dankjewel, Stijn. Graag gedaan. Ja, blijft toch altijd wel een probleem wat best wel vaak voorkomt, hè? Ik heb natuurlijk ook weer wat leuke dingen gevonden op Facebook, want het thema vanavond is stiletto's. Maar er waren een aantal dames die vorige week gewonnen hadden, die zo enthousiast waren om een hele leuke foto online te zetten. Dus laten we gaan kijken. En dat is een foto van Debbie onder andere, van Mirjam,
die ook lekker aan de slag is gegaan met de Sabine's Party Red. En ook Brenda, ze heeft er zelfs een hele mooie set al mee gezet. Nou, hartstikke leuk, dames. Dankjewel voor het insturen. Ik vind het altijd onwijs leuk om te zien dat jullie lekker aan de slag gaan met alle spulletjes. Ook een aantal prachtige stiletto-nagels, zoals ik al zei, waaronder van Bianca Freigang, een Duitse trainer. Hierbij kun je zien dat het toch met name is gekozen voor een wat kortere stiletto, wat meer draagbaar. En dan gaan we ook nog naar de wat extremere varianten kijken. Van Elena. En Elena is afkomstig uit Roemenië. Ook een prachtige set. Ook met de hele lange nagelbedverlenging. Waardoor dat je echt ziet dat het, die vingers gewoon optisch heel veel langer gemaakt worden. En nog een hele prachtige set van Michaela Cara. En ook zij is afkomstig uit Roemenië. In een andere kleurvariant. Maar hierbij kun je zien dat je toch met verschillende kleuren ook hele andere effecten daarmee kunt krijgen. En ook natuurlijk in de lengte van het nagelbed kun je daarin echt gewoon wel heel erg veel spelen. Want ze hoeven natuurlijk nooit altijd zo lang te worden. Je kunt hem ook iets korter maken. En de lengte iets meer benutten om daar je design op te creëren. We hebben heel veel leuke reacties binnengekregen op Facebook, waaronder van Marit Pieters. Ze zegt, goedenavond, hopelijk dan nog minimaal nog 50 te gaan. Nou, ik hoop het ook, Marit. Iris Molenbroek, erg spannend. Volgende week 50ste uitzending. Vindt echt geweldig allemaal. En we hebben natuurlijk ook weer een prijsvraag vanavond. En die prijsvraag, dat is, de hoeveelste uitzending is het vanavond? Dus de totale uitzendingen, of de hoeveelste uitzending van Nail Talk Live is dit. En wat kun je winnen? Een hele leuke set met twee kleuren plastigels en daarbij de Ultra Designer, waardoor je er lekker mee aan de slag kunt gaan. Dus geef je goede antwoord in. En wie weet ben jij wel een van de drie winnaars die straks prachtige plastigel mee naar huis neemt of thuis krijgt en een Ultra Designer. Iris Molenbroek die zegt nog, en hoe maak je de knoopjes dicht, open en dicht? Nu al moeite mee met gewone nagels. En iemand anders reageert er al op met de zijkant en de duim van de wijsvinger. Die heeft in het verleden stiletto's gedragen of doet dat nu nog steeds? Want het is inderdaad met de zijkanten van je vingers. Het is even een geprut. Zelfs als het openmaken van een blikje en zo hebben we nog 100 andere dingen. Maar je vindt overal een oplossing voor. Even kijken, Sheila heeft haar nagels op het moment ook weer in stiletto, na lange tijd en weer helemaal happy. Nou, dan hebben we nog een hele leuke set nagels, of tenminste een heel leuk design, wat Ellie vanavond gaat laten zien. Laten we even naar Ellie gaan kijken. Hallo allemaal, ik laat jullie een design laten zien uit de Inspiration 1 en 2. Eerst laat ik even de producten zien die we nodig hebben. Dat is de nail plate extender voor de ondergrond met de extreme matte top gel, de concentrates blauw, geel, rood en de bezen top. Verder gebruik ik nog de liner black en de liner wit en dan gaan we nu aan de slag. We gaan de bloemen maken, maar deze keer niet door eerst een contour te zetten, maar meteen de bloem met een beetje zwarte liner gel, rode concentrate. Ik ga meteen de contouren van de bloem maken. De ondergrond die ik gebruikt heb, dat is dus de Nail Plate Extender en daarna de Extreme Matte Top Gel natuurlijk. Die kan ik al niet meer missen. We maken twee kelken. Ietsjes meer zwart erbij. Poets het een beetje uit. Is nog niet zo heel erg van belang, aangezien het eigenlijk nog de contouren zijn. Ik neem een heel klein beetje wit en een heel klein beetje gele concentrate om het hier wat lichter te maken.
zet ik hier ook eventjes erop. Dat laten we blenden in de kleur die al staat. En dit had je eventjes uit. Dit doen we nog een keertje. En we zorgen vooral dat de randjes een beetje donkerder worden. Als ik zo bezig ben, zorg ik ook altijd dat ik een nat nailwipje met finishing wipe naast me heb liggen. Dat als ik iets te veel aan mijn penseel heb, dat ik het meteen af kan vegen en meteen weer door kan gaan. Door iets meer donker in het randje te maken. En we maken een beetje gebogen blaadjes. Vrij simpel, we hebben een mooie bloem. Dus we willen niet te veel aandacht naar de blaadjes laten gaan. Alsof die geknakt is. Dan maken we nog een blaadje nummer 3. En die laat ik een klein beetje onder mijn bloem lopen. Dat is het eerste stukje van de punt. Die loopt ietsjes door. Oké, we geven de bloem, buiten dat hij een steeltje heeft, ook een soort dakpannetje. Nou, vind je je blaadjes nog net iets te licht, kan je die dus nog een keertje herhalen. En dit is je design. Nou kan je ervoor kiezen om dus weer alleen die bloemen glanzend af te lakken. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van ik maak hem helemaal mat en ik neem de matte topcoat er helemaal overheen. Dat is aan jezelf. Ik ga hem zo meteen helemaal mat maken. Ik heb hier 2 variaties ervan. Ik laat die ene er even bij zien. Ik vind hem mat heel erg mooi. Jullie misschien niet. Dan moet je hem lekker laten glimmen. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Tot de volgende keer. Ja. Hallo. Nou, ik moest eigenlijk eerst, maar ja. Dat geeft helemaal niks. Huh? Dat is helemaal niet erg. Kan gebeuren. Ellie heeft namelijk weer een hartstikke leuke workshop gepland staan met dit type handpainting ook erin. En daarbij gaat ze nog heel veel leuke andere dingetjes laten zien. En dat is op zondag 2 juni. En er zijn nog plaatjes voor vrij, dus mocht je het leuk vinden om lekker met Ellie te gaan schilderen en aan de slag te gaan met color concentrates en alles wat met kleur te maken heeft. En dan hebben we op 5 juni ook nog een training met Ellie. En dat is op de woensdagavond de Peach Gobbler. Dus vind je het nou leuk om in de avond een keer te komen vreubelen omdat je het overdag te druk hebt, dan woensdagavond hartstikke leuk. We hebben dan ook de koopavond, dus kom je gewoon gezellig langs. En dan wordt het nu wel echt tijd om naar Pepijn en Debbie te gaan. Ja, we zaten er gelukkig net ook al klaar voor. Ja, precies. Die overgangen zijn altijd een beetje spannend natuurlijk, zoals je kunt voorstellen. Nou, Debbie, ja. Je hebt het schabloon geplaatst. Ja, ik heb het schabloon vastgeplaatst inderdaad. Dan kan ik het net even beter meten om goed recht te zetten. Zoals jullie zien vanuit de topcamera, kunnen we gelijk schabloonplaatsing zien. Zien we hier dat ik hem ook al echt in een puntje naar voren heb gezet. Hij is echt vlijmscherp. Ik heb hem iets gecorrigeerd, want jouw vinger loopt een beetje... scheef. Nogal. Ja. Dus ik heb hem een beetje recht gecorrigeerd. Dat kun je ook zien, dat staat hij net eventjes iets anders op de vinger. Nou, we kunnen misschien even van de zijkant uitdraaien. Even hier een mooi puntje eruit halen. Is dat ik hem eigenlijk, dit wordt mijn eindpunt en ik hou als het ware deze lijn ook aan. Er moet nog product op en je hebt een wat bollere nagel. Dus daar hou ik dan rekening mee dat punt gelijk komt. Want ik wil natuurlijk wel dat we hier een heel mooi dun en slank puntje gaan krijgen. Ja, dus eigenlijk zet je het schabloon al helemaal in de gewenste vorm van de uiteindelijke nagel. Dus in plaats van de massa opbouw probeer ik nu echt de vorm van het schabloon ook te volgen. Zodat hij dan ook echt gewoon heel mooi dun
Je moet natuurlijk wel volume hebben, maar dat die wel mooi strak met minimaal vuilwerk natuurlijk gezet natuurlijk kan worden. En het is het stiletto schabloon, wat natuurlijk past bij de type nagel. Ja. En het stiletto schabloon is, zoals we eerder zeiden, langer, waardoor je nog meer die punten kunt benadrukken. En het is natuurlijk ook zo, hoe breder een natuurlijke nagel is, hoe langer die nagel relatief moet worden, wil je toch die hele scherpe lijnen krijgen, zonder dat je aan de zijkanten die afkepingen gaat krijgen. Ja. Inderdaad. Dus daar ga ik mee beginnen. Hij is verder helemaal geprept. Er zit al bront op, softbront zitten op. En ik ga beginnen met een nagelbedverlenging. Debbie gaat natuurlijk een nagelbedverlenging zetten. Maar straks ook nog leuk met glitters en leuke flakes werken om het echt een glamour nagel te maken. Maar eerst jouw beroemde nagelbedtechniek. Ja, nou, beroemd. Ja, nou ja, voor mij wel. Ja, ik ga eerst beginnen met een verlenging. Eigenlijk vanuit de bolling van de natuurlijke nagel. Mm-hmm. In tegenstelling tot de meeste mensen zet jij niet eerst een laagje kleur op. Nee. Maar werk je meteen met de nagelbedkleur. Ja. Zodat je eigenlijk straks nog volledige vrijheid hebt. Ja. Of doe je dat om de nagel dun te houden? Nou, om de nagel ook dun te houden. En dat geeft mij zo dusdanig een stukje vrijheid. Ja. Dat ik geen rekening moet houden met veilen dat daar nog een kleerlaagje onder zit. Dus stel dat je dan te ver gaat. Mm-hmm. Dat je dan niet je kleur zomaar eraf kan veilen. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een voordeel. En je egaliseert hem nu helemaal ten opzichte van het nagelbed, ten opzichte van mijn bolling. Ja. Die op deze nagel nogal sterk is. En ik zie dat je hem ook wat spitser plaatst, het nagelbed. Ja. Doe je dat expres? Ja, dat doe ik expres, want het heeft natuurlijk wel een beetje met de vorm van de nagel te maken. Daardoor is het een wat meer een geheel. Ja. En ik hou toch wel van strakke lijnen visualiseren. Als dan de lijn van de smijlijn mooi tot het puntje toe door kan lopen, dat geeft toch wel een heel mooi effect. Harmonie. Altijd. Ja. Ja, en als je natuurlijk een te ronde smijlijn maakt en je gaat een pinchje, dan wordt die heel vlak visueel. Ja, visueel gezien, want je gaat inderdaad pinchen en ook met je veltechniek. Ik veil hem strakjes ook weer hier helemaal strak omhoog. Ja. En op het moment dat je daar te veel roze hebt zitten, dan lijkt het ook net alsof je je kleur, je smijlijn niet de nagel raakt, zeg maar de vingertop, alsof het zweeft. Ja, en dat is ook een beetje gek. Ja, dat ziet er ook een beetje gek uit, inderdaad. Dus je gaat ook aan de zijkanten helemaal tot aan mijn natuurlijke nagel. Ja, zoveel mogelijk. Wordt echt een hele scherpe lijn. Ja, ik ga nu even de smijlijn eigenlijk zetten. Extra induwen. En dan druk ik hem hier weer. Er is ook een trend, zoals Aukje toen net al zei, van echt extreem lange nagelbedden. Mm-hmm. Maar dan heb je het ook echt over een extreem lange nagels. Ja. Dan ga je echt wel, dan ga je nog verder het nagelbed op. Dus dan, dat moet je mooi vinden. Dit is een smaakkwestie, denk ik. Ik denk niet dat het per se nodig is, tenzij ze natuurlijk twee van deze schablonen op elkaar plakken. Wat ook wel wordt gedaan. Dan is het een ander verhaal. Soms zijn die stiletto-nagels echt nou... Ja, ik vind het toch ook wel kunst, hoor. Dat je dan überhaupt nog die nagel kunt bewerken. Dat is natuurlijk wel een uitdaging. Je bent nu de connectie met het nagel of met de nagelriem aan het maken. Ja. Zodat het nagelbed eigenlijk helemaal klaar is. Ja. Dus die maak ik eigenlijk helemaal klaar nu, zodat de kleur het mooiste is. En ik geef hem net even iets meer volume nu naar het midden toe. Ja. Eigenlijk zou je dit al bijna een baby stiletto kunnen noemen. Eigenlijk want wel. Want dat is eigenlijk, het is eigenlijk een soort mini-versie van dus uiteindelijk straks de lange stiletto. Ja, dus diezelfde exact. Scherpe zijlijnen. Ja. Diezelfde vorm ook een beetje in die smileline. Eventjes mooi zorgen dat hij mooi rond blijft. Ja, daar gebruik je ook echt je hele penseel voor, hè, om dat aanduwen. En omdat ik nu een extra laagje erop heb gezet, moet ik er wel zeker van zijn dat mijn smijlijn echt strak blijft. Ja. Ja, dat je niet toevallig er wat overheen hebt getrokken. Juist. Wat je dan op het schabloon laat zitten en waardoor je dan straks... Ja. Zo, ik ga ietsjes even terug, zo. Want we gaan nu natuurlijk in de lengte zo direct werken. Ja, we gaan zo in de lengte werken. Nou, we kunnen zien dat ik nu eigenlijk al de basis heb gezet. En ook mooi vlak. Ja. Ja, minimaal vuilwerk, ja. Daar gaan we voor. Ja. Welke kleur camouflagepoeder heb je nu gebruikt, Debbie? Dit is een mix. Ik mix graag mijn eigen camouflage. Dus dit is warm met cool. En daar zit een heel klein beetje blush doorheen.
Warm met cool met een heel klein beetje blush. Ja, dat is okay. Ook. En die blush die gebruik je dan om een heel klein beetje helderheid te krijgen? Helderheid te krijgen, ja. Omdat het zwaar gepigmenteerde poeders zijn. Dus op die manier kan ik ervoor zorgen dat die wat makkelijker vloeit eigenlijk. Ja, ook ja, mooier in elkaar blend. Mooi in elkaar blend. Ja, daar gebruik ik het voor. Ja. Goed, we gaan nu met kleur werken. Gebruik een hele mooie... Donkere glitter. Donkere glitter. En je kunt natuurlijk de basis van de stilettonagel met ieder type kleur zetten. Eigenlijk moet je een keertje de lade opentrekken om te kijken wat heb je nog in huis. Ja. Maar we gaan kijken wat we gaan doen. Ja, dus ik zet eerst dit is gewoon puur een basis. Die gaat zo tegen de smileline ook aan. Een relatief klein bolletje. Ja, en ik begin eerst... Wil ik hier deze smileline mooi strak hebben... Ja, je werkt links, rechts, want altijd als je met acrylpoeders werkt waar glitter in zit, dan duurt het langer met uitharden, dus je wordt langer nat. Dus als je van links naar rechts, links, rechts doet, dan uiteindelijk gaat het product meer zetten, zodat je er meer controle over krijgt. Juist, ja. Dus geef me net even iets meer controle. En dan ga je beginnen met het corrigeren van je zijlijnen. Ja, ik heb hier... En met dat corrigeren van de zijlijn duw je hem ook net even die smileline hoek in. Ja, hè? De smileline hoek in, zodat hij daar mooi de aansluiting maakt. Even de achtergrond een heel klein beetje aan deze kant bij nemen. Mm-hmm. En zeker ook als je met glitteracryls gaat werken, met kleuracryls gaat werken en je wil bijzetten, wees dan niet bang om een droog bolletje te pakken of die even te drogen op je brushwipje. Want daarmee kun je ervoor zorgen dat hij makkelijker contact maakt met het al aangebrachte product. Anders heb je nog wel eens een neiging dat hij wegvloeit. Ja. Dat je hem dan net niet helemaal mooi kan zetten. Dus dit is de basis. Als je smileline mooi is en als de hoekjes mooi zitten, dan heb je eigenlijk al de wow-factor van je nagel een beetje gewonnen. Ja, kijk, die zijlijnen, dat zeg je goed, want dat is bij een stiletto-nagel best wel gecompliceerd om die vlijmscherp te krijgen als ze niet echt vlijmscherp zijn. Juist. Dan moet je heel veel gaan veilen. Ja. En ik weet uit ervaring dat het daar nog wel eens dan verkeerd kan gaan. Althans bij mij. Dan heb je allemaal stiletto-nagels in de linkswijzer. Ja, nou ja, dat kan ook mooi zijn. Ja. Nieuwe trend. We gaan de verlenging nog verder uitbouwen. Ja. Ik wacht heel eventjes. Laat ik hem even zetten. Want ik wil niet dat hij van het schabloon gaat zeker afrennen. Zeker omdat het schabloon natuurlijk zo smal is gezet. Ja. Moet je ervoor zorgen dat als je die bol neerlegt dat hij niet te nat is. Want anders druipt hij zo vrop, aan weerszijde van het schabloon naar beneden. Naar beneden. Ik laat hem heel even een beetje settelen. Daar moet je dus ook niet bang voor zijn, hè? Dat je hem eventjes laat settelen. Even laat bijkomen eigenlijk, die acryl. Nou, je kan er gewoon veel meer mee. Dan heb je wat meer controle erover. En vooral als we richting een punt gaan werken natuurlijk. Ja, want je bent hem intussen helemaal aan het meenemen. Ja. Dus je hoeft ook niet te denken van ik moet het allemaal met heel veel kleine bolletjes doen. Je kunt dat eigenlijk met weinig bolletjes doen. Maar wel gewoon blijven doorgaan, naar voren toe gaan. En je moet natuurlijk ook steeds dunner. Ja. Want eigenlijk daar aan de voorkant zit bijna niks. Er zit bijna niks, nee. Iris Molenbroek vraagt, welk acrylpenseel gebruik je nu? Even kijken, de nummer 10, de Emperor. Dat is echt super, ja, een super fijn penseel. Ja, dat zijn Japanse penselen, handgemaakt. En de nummer 10 is fijn om meer vloeistof op te nemen, dat je ook die hele lange lengtes kunt maken. Ja. En sowieso vind ik het fijn, omdat hij een heel, ook heel smal, ik moet even doorwerken, omdat hij een heel smal, eigenlijk puntje heeft, kun je hem ook eigenlijk hele kleine bolletjes mee oppakken. Ja, wat misschien goed is om te weten, en dat kan ik wel even vertellen, is dat bij een acrylpenseel, dat puntje niet machinaal wordt gemaakt. Dat wordt er niet ingeknipt of erin gesneden. Nee, dat wordt gedaan door de uiteinden van de haren bij elkaar te laten komen in exact de juiste verhouding, zodat je die scherpe punten krijgt. Nou. Ja. Nou, ik heb de lengte eigenlijk zo goed als erop zitten, maar waar ik nu eventjes naar wil controleren is of ik hier in ieder geval genoeg aan de zijlijn heb zitten. Dus dat is het moment waar ik dan wel vaak wat kleinere bolletjes pak om even te corrigeren. Bijvoorbeeld hier zie ik dat ik net iets te weinig heb. Dus dan zet ik hem hier nog eventjes... bij. Nou, ik trek al echt al de zijlijn er een beetje in, zodat ik die dadelijk ook niet weer allemaal weg hoef te veilen. En hetzelfde doe ik even aan de andere kant. Controleer hem eventjes hier. Ik
Ik zie dat ik hier een heel klein beetje bij mag zetten. En dat is ook wel weer het fijne van een mooie glitteracryl. Ja, want je hebt ook meer tijd om te pinchen natuurlijk. Ja, je hebt meer tijd om te pinchen, dus je hebt ook die gelegenheid om even, als het nodig is, gewoon wat te corrigeren. Een andere vraag die wordt gesteld is, hoe lang heb je gemiddeld om je acryl te bewerken? Nou, ja, dat verschilt eigenlijk. Ja, meestal, het hangt een beetje van je mixratio af natuurlijk. Daar heeft het sowieso mee te maken, maar gemiddeld heb je ongeveer een minuutje de tijd. Nou, nu niet eens, 30 seconden. Tussen 30 seconden. Dat hangt echt een beetje van de kamertemperatuur af. En je mixratio, je mixratio is heel belangrijk, ja. Ja, ik denk dat het wel een minuut is, maar dat de eerste 15, 20 seconden eigenlijk kun je het nog niet bewerken. Want dan is hij nog te nat. Ja. Dus daar moet je hem even met rust laten. En dan vervolgens de daarop volgende 30 seconden, dat zijn de belangrijkste secondes. En je hebt dan ook nog eens te maken met je goede kant of je slechte kant, links of rechts. Want dat moet je ook meespelen, want je makkelijke kant, die kun je het beste pas op het laatst gaan plaatsen, want die kun je er makkelijker induwen. Ja, absoluut waar. Je bent een andere kleur gaan gebruiken. Ik ben een andere kleur gaan gebruiken, ja. We gaan voor glitter en glamour, hebben we gezegd, yes, hè? Een lilac glitter color. Dus daar hou ik me ook zeker wel aan. Even de smijlijn hier weer mooi zetten. Jeetje, als ik dit zo zie, Debbie, dan denk ik echt bij mezelf, dit is, weet je hoe lang geleden het is dat ik op die vinger een stiletto-nagel heb gezien? Dat is nostalgie, hè? Ja. Ik ben natuurlijk zo bezig met praten over hoe je het maakt, maar ik zit nu naar beneden te kijken en ik denk bij mezelf, nou, dit is echt, ja, jeetje mina. En hoeveel langer en smaller lijkt mijn vinger meteen? Ja, dat scheelt echt. Maar dat zien jullie zo direct wel als we wat verder weg zijn, want dan zie je dat hele, die hele compositie. Ja. Je brengt die lila aan in een bepaald patroon, heb je dan een bepaald idee? Ja, ik leg hem nu eigenlijk een beetje wervelend overheen, want ik wil hier nog wat anders aan de andere kant gaan aanbrengen. We hebben ook hier prachtige, ja, soort vleekjes, hè, zijn ja, het eigenlijk. Ja, crushed flakes. Wat grover dan de chameleon flakes, ja, en zo. Dus die leg ik hier aan de andere kant neer. Zijn wat meer spiegels. En dat leg je nu in een natte acryl, hè? Ja. Je neemt het op met een klein beetje vloeistof. Met een klein beetje vloeistof en ik druk hem nog in. Dat is dus echt het voordeel van, ja, een glitteracryl. Je kan nog eventjes goed alles aandrukken. En deze vind ik iets te groot eigenlijk. Ja, daar moet je ook altijd een beetje voor opletten. Want ja, als hij uitsteekt en vuilt hem kapot, dan is hij niet meer zo dan mooi. Dan is hij niet meer zo mooi. Dus ik leg even een ander stukje op. En als ik merk dat het wat lastiger wordt, dan heb ik altijd mijn kleer nog bij de hand. Want dan kan ik net de kleer eventjes een heel klein beetje natte kleer aanbrengen. Ja, waardoor ze gewoon wat beter blijven liggen. Waardoor je het eigenlijk vastlijmt. Ja. Als je nou dit voor het eerst gaat doen, dan moet je wel echt opletten dat die bolletjes kleer heel klein en nat blijven. Want je hebt de neiging dan te grote bolletjes te gebruiken, waardoor je eigenlijk problemen gaat krijgen als je de nagel gaat cappen en feilen. Dus hoe kleiner het bolletje, hoe beter. Desnoods 20 hele kleine inimini bolletjes, dan 1 keer te groot. Want dan ga je ook in lagen komen er dan zichtbaar en dan is het heldere effect straks weg. Zo. Intussen hebben we hier een melange van glitter. Ja, en ik vind eigenlijk dat dit toch hier, het hoekje, nog wel eventjes zo een glittertje bij mag. Het is ook zo met dit soort nagels dat je kunt eeuwig doorgaan. Oh ja, het is verschrikkelijk. We hebben het begin natuurlijk, toen we deze nagel bespraken, gedacht nog opalen en van alles er nog in. Ja. Maar ja, je hebt toch maar besloten om het een beetje rustig te houden. Wat misschien goed is om even te bekijken, is het zijprofiel van de nagel. Want nu is die hele top ook gezet. Dan zie je eigenlijk ook al die vlakke lijn. Ja, die zie je nu heel goed. Maar je ziet natuurlijk ook dat het nog geen aansluiting allemaal heeft met elkaar. Dus dat ga ik doen met een bolletje. Ja, want je moet er kleer overheen zetten. Hè? Want dit is nog veel te zwak nu. Dit is veel te zwak, ja. Deze nagel is op dit moment gewoon niet draagbaar. Nee. Dus we gaan er kleer overheen zetten om ervoor te zorgen dat het ook echt één mooi geheel wordt. En ik zie hier nog wat glitter zitten. Dat is ook belangrijk dat je dit nu doet. Als er dus iets van een glitterdeeltje op het nagelbed zit, haal het weg voordat je kleer aanbrengt, want je kunt het daarna niet meer weghalen. Nee, dan heb je, ik zie toch nog, ja, sorry, ja, ik ben en blijf een perfectionist. Ik zie nog hier een klein het hoekje. Dingetje, wat zie je dan?
een heel klein hoekje, wat ik daar niet helemaal mooi vind zitten. Dus die leg ik er even in. Zodat er straks een scherpe smileline krijgen. Mocht het nou een keertje gebeuren dat die smileline nou niet helemaal scherp is bij jou in de salon, kun je er altijd natuurlijk nog iets leuks mee doen als de nagel klaar is. Ja, absoluut. Het keppen van de nagel is een kunst in zichzelf, zeker zo'n lange nagel. Omdat het keppen, oftewel het bedekken van de nagel met clear, transparant product, dat moet je zeker niet te droog doen, want dan krijg je luchtbellen. Dat moet je niet te nat doen, want dan druipt het langs de zijkanten ervan af. En je moet het niet te enthousiast gaan bewerken, want dan krijg je ook luchtbellen. Dan krijgt de nagel een beetje een grijzige gloed. Ja, dus absoluut. Het is voorzichtig. Ik begin ook eigenlijk altijd met een normaal klein bolletje, want ik wil eerst het smileline gedeelte samen gaan brengen. De aansluiting. De aansluiting, ja. En die strijkt, dus je duwt hem aan, strijkt hem uit. Ja, ik strijk hem uit. En nu pak ik een wat grotere bol. Mm-hmm. En daarmee ga je de vrije stop zetten dan? Ja. Die zet ik hier weer op. Die vloeit nu makkelijker in elkaar. Ja. En dan neem ik hem mee rustig aan bewegen. Want ik heb natuurlijk wel ook het een en ander erop gelegd. Ja, als je dat te enthousiast gaat doen, dan bestaat de kans dat de glitters gaan zweven. Yes. Of drijven, dat is een beter woord. Dus je kan wel, je moet niet te veel gaan vegen als je te hard gaat vegen. Dus deze beweging gaat maken in plaats van hem rechter overheen legt. Dan heb je kans dat je dus of je oppervlakken ongelijk maakt. Of inderdaad al je art en je spulletjes en je inlays gewoon weer meeneemt. Je bent die top in zones aan het opzetten. Ja. Dus je doet niet dat bolletje wat je neerlegt helemaal naar voren toe strijken. Je strijkt dat tot een bepaalde punt. En dan neem je het volgende bolletje. Neem ik het volgende bolletje, inderdaad. Dan kijk ik even weer van de zijkant uit. Zodat ik goed kan controleren dat ik eigenlijk iedere keer de juiste verhouding heb ook. En ik vind het gewoon belangrijk dat mijn design erin blijft liggen. En dat ik niet hier een hele dikke, of juist te weinig heb aan de voorkant. Dus op deze manier weet ik gewoon dat ik voldoende meeneem. Ja, nu zweef je echt naar de voorkant. Ja. Nou, als jullie me het echt zouden kunnen zien, nou, hij is bijna het leven is echt natuurlijk op het scherm. Maar echt helemaal geweldig. Nou, dan druk ik hem ietsjes meer aan in het midden, zodat ik alles weer richting boven zet. En dan bekijk ik hem even goed van de zijkant of ik overal voldoende heb gekept. Voordat ik zo meteen nog eventjes terug ga naar het nagelbed. Ik zie dat ik hier nog een klein beetje. Nog één tip. Als je nou gaat cappen met clear acryl en je hebt daar niet veel ervaring mee, maak dan heel goed je penseel schoon als je klaar bent. Want clear acryl, en zeker als je wat natter gaat werken om hem zo helder te krijgen, heeft de neiging om in de haren van je penseel te blijven zitten. En het zou niet de eerste keer zijn dat je dan de volgende keer je penseel pakt en die is uitgehard. Exact. Dat is altijd lastig. Dus ik maakte er echt een gewoonte van om na mijn cappen met clear even schone liquid te nemen. Want er kan ook wat poeder in de liquid terecht zijn gekomen. Schone liquid en daar echt even goed mijn penseel in schoonmaken. Zeker als je op jezelf aan het werk bent. Want dan is het helemaal een kan het, ja, bij, ik wil niet zeggen desastreuze gevolgen, maar dat soms kan wel vervelend zijn. Ja. Zo hebben we inderdaad wel wat percelen versleten in het verleden. Ja. Nou, ik bekijk nu even van de zijkant uit. Dan zie ik dat ik heel, door het licht inval, dat ik hier een heel klein deukje heb zitten. Dus daar zet ik een heel klein beetje bij nog. En dan kunnen we zo gaan wachten totdat die hard genoeg wordt om te pinchen. En de pinch techniek is denk ik dezelfde techniek als dat je normaal gesproken gebruikt. Ja, maar ik gebruik nu wel een andere pinching tool daarvoor. Oké. Okay. Omdat met een rechte pinching tool krijg je toch net niet voor elkaar dat je het puntje ook mooi kan meepinchen. Mm-hmm. En dat kan met de pinching tool die ik nu ga gebruiken, jouw favoriete pinching tool eigenlijk. Daarmee gaat dat wel lukken. Nou, de basis is er. Ja. Nou, ik vind het wel heel spannend allemaal.
Ik moet alleen straks wel opletten als ik mijn bril afdoe, dat ik me herinner dat ik een stilettennagel op een nagel heb zitten. Dat lijkt me wel verstandig. Ja, ik heb wel eens een klant gehad in de salon die per ongeluk dus die punt van de stilettennagel in de oog stak. En dat was niet zo heel handig. Het was geen blijvende schade, maar... het verwijderen van het schabloon, daar moet je natuurlijk nu wel mee wachten totdat de overlaylaag voldoende is aangezet. Ja. Want hij is nu nog echt door die glitteracryl heel zacht en flexibel. Ja, hij is heel zacht en flexibel. De tijd duurt sowieso langer, vooral als je glitters gebruikt en dan nog eens een keer inlay en dat soort dingetjes. Dan merk je gewoon dat het gewoon langer duurt voordat je pas echt dat schabloon eronder uit kan halen. En ik moet zeggen, ik ben absoluut geen fan van pinchen met een schabloon eronder, maar bij een stiletto nagel vind ik het toch wel altijd fijn om eerst even te voelen met dat schabloon er nog onder, voordat ik hem eronder uittrek. Vooral vanwege dat puntje wat eraan zit. Oh ja, daar zeg je iets. Ja. Want als je dus het schabloon er te enthousiast onderuit haalt en dat puntje nog niet helemaal hard is, dan haal je zo het hele puntje mee. Dan zit er wel de nagel, maar het puntje is dan weg. Ja. En dat is best lastig om eraan te bouwen. Ja, dat is best lastig. Ja. Ja. Als die eraf is, dan heb je een probleem, inderdaad. Nou, we moeten steeds wel even wachten, want hij plakt nog steeds. Ik merk wel dat het nu wat minder... Je kunt zelfs met het pinchen, als je daar heel behendig in wordt, en de vorm nog wat beïnvloeden. Hè? Nog ietsjes torderen, bijvoorbeeld. Ja, dat ga ik ook zeker wel doen. Ja, je moet gewoon heel voorzichtig zijn, want het is... Voordat je het weet, dan als het nog te zacht is en je begint met pinchen. Er zijn ook wedstrijden, hè, stiletto nagels? Ja, zeker. Ja, er zijn wedstrijden met stiletto nagels. In allerlei. Je hebt de modern vorm, de classic shape, eigenlijk alle... De gothic shape. De gothic shape, ja. Hier zien we de pinchstang en dan zie je ook al dat die iets tapsere vorm heeft. Ja. Ik ga eerst even voorzichtig voelen, hoor. Ja, hoor. Dat hij even... Kijken wat hij doet. Voordat ik hem... Voordat je hem gaat doorzetten. Juist. Hoe voelt het? Ja, het voelt lekker. Geen pijn? Nee, helemaal niks. Ik voel helemaal niets. Oké, nu ga ik hem eventjes wat... Nou ben ik ook wel wat gewend hoor, maar ik voel echt... En de druk zet je nu op die vrije top. Je zet hem eigenlijk, vouw je hem... Onder dat nagelbed, dat verlengde nagelbed, zodat je nog meer die dolk, want een stiletto is een dolk, die dolkvorm benadrukt. Zeker straks ook vanaf het zijprofiel gezien. Juist. Want dat zijprofiel is natuurlijk helemaal essentieel voor deze nagel. Ja, absoluut. Dat is absoluut essentieel. Kijk, nu pak ik de punt, maar het belangrijkste daarvan is dat je dan wel echt zeker bent dat het product goed uitgehard is. Dus als je hem zo neer gaat zetten en je product is niet goed uitgehard, dan krijg je dus... Dat je hier deuken gaat krijgen. Maar ik moet hem even pakken, want hij is zo dun aan de voorkant dat ik het anders niet voor elkaar krijg. Dus dan zet ik hem ietsje schuin omhoog. Mm-hmm. En zo pak je hem naar de voorzijde toe. Ja. Nou, ik merk dat hij nu hard genoeg is. Dus dan ga ik nu proberen om in ieder geval het schabloon eronder uit te krijgen. Kan natuurlijk ook gewoon met een spateltje aan de zijkant. Dat kan ook. Ik gebruik een spatel ook nog wel eens in het verleden om de punt te kunnen pinchen, om eromheen te vouwen. Maar dat was dan weer zo'n trucje waarvan ik dan, ja. Toevallig hadden we er laatst op de training over, gewoon een naald in het puntje en hem daaromheen vouwen. Ja, een stopnaald, ja. Ja, maar dan weet je wel in ieder geval dat hij heel puntig wordt. Ja, precies. Maar als we bij onszelf nagels deden zetten, gebruikten we ook wel een hele bijzondere manier om te pinchen vaak. Ja, daar hadden we wel trucjes voor. Zeker als hij eigenlijk te hard was. Maar ik twijfel of ik hem hier al ervan af krijg. Nou, bij twijfel gewoon nog eventjes overslaan. Ja. Jij gaat hem gewoon lekker afmaken en in de tussentijd gaan wij kijken naar een leuk filmpje met... Catharina en Pasty Gels. Hello, my name is Katerina Gonchar, and today I will show you how to make beautiful design with Plasty Gel by Magnetic. For today's work, we will need Plasty Gel red, Plasty Gel green,
Plastigel yellow and Plastigel white, black gel polish, top coat magic shine, or you can use any other top coat, red color concentrate, black liner gel, finishing wipe to clean our brush, silicone tool for Plastigel, brush number 3 from New Detailer set, ultra designer brush, and metallic spatula. I already prepared product for my design. I mixed colors of Plastigel in between, and you need to see when you work if it's necessary. You can add a little bit of top coat inside of your Plastigel to make it softer if you want to have a flat design. Now I will use silicone tool to take a ball from paper palette and put it on the nail. And now with brush I make the shape of petal. Now I will do flat design. I make it flat, the petal completely flat from one side, because another petal will go over it. And I need to precure this petal, and I will need a little bit of green to make a central part. And I will cure it. Procuring time just few seconds. And now we will do leaves. With dry brush you can pull up a little bit part of your leaves. If petals don't petals or leaves don't touch each other, it's not necessary to procure elements. And one more here. Then, if it's necessary to do, we can put a light yellow over part of our leaves, light yellow Plastigel, to show some light effect. If you want, you also can add the light elements over the flower. With black liner gel, I will put some shadows over my design. Now I will remove sticky layer, because black gel have sticky layer and we don't want to have it on our nail. Plastigel don't have sticky layer.
Thank you for your attention. I hope you like this design. Have a nice day. Ja, Plastigel is toch ook echt gewoon een geweldig product. Je kunt er echt prachtige dingen mee maken. En Catherine is er ook echt een ster in. Ook Ellie, die geeft nog de Floral Tastic, ook met Plastigel. Dus vind jij het nou leuk om daar ook mee te leren werken? En nou ja, misschien ben je wel een van de gelukkige winnaars of winnaressen die straks twee leuke kleurtjes Plastigel thuis gestuurd krijgt. Moet je even blijven kijken tot het einde van de uitzending. En misschien wil Pepijn ook nog wel eens een keer iets doen met Plastigel. Want ik weet zeker, als het op bloemen aankomt, dat wordt helemaal top. Dus ik ga even regelen dat hij dat gewoon een keer gaat doen. Toch? Ja, Mariana van der Zanden, die is heel erg gezellig tussendoor even snel aan het kijken. Hey Mariana, ben er maar eventjes, ben les aan het geven, dus nu heel even spieken. Nou, heel veel succes met de les. Debbie Blok, die komt nog heel even terug op het de design van Ellie. De Extreme Mat wordt veel gebruikt bij het maken van nail art. Dit is toch zodat nail art beter hecht. Nee, niet per definitie, Debbie. Vaak wordt extreme mat gebruikt of een matte topcoat of het white block, zodat je ondergrond niet te glad is om daarop te werken. Het is ook een beetje afhankelijk van het product waar je mee werkt natuurlijk. En wat je voorkeur is, Pepijn werkte vroeger heel prettig met een laagje matte topcoat, nog aan de luchtdrogende matte topcoat. En ik vond het eigenlijk altijd prettiger om het ondergrond eigenlijk te blokken met een white blokje, voordat ik ging schilderen en mijn gang ging. Dus dat is een beetje afhankelijk van wat je zelf fijn vindt, maar ook afhankelijk van wat voor effect dat je wilt gebruiken en wilt bereiken natuurlijk. Dan Chantal Smit, die is erg oplettend. Ze zegt, ik zie dat de andere nagels niet meer zitten. Halen jullie die er weer van af voor de nieuwe uitzending? Ja, weet je, we doen zoveel gekke vormen op die nagels bij Pepijn en Debbie, dat het een beetje vreemd is als ze met heel veel verschillende vormen achter het toetsenbord zitten of de rest van de week zeg maar doorgaan. En op een gegeven moment zijn de nagels natuurlijk ook een beetje op om op te werken, dus dan moeten ze er helaas vanaf. Bo van Ouweland vindt het een hele gave kleur. Het gaat over de basis die in de stiletto nagel zit, dus die donkere paarse kleur. Tineke van Dijk, nail plate extender, vroeg me af of dat die nog bestond. Gelukkig wel dus, ik vond het altijd zo fijn. Ja, zeker Tineke, hij is er echt nog. Nathalie van de Ende, nou Pepijn, ik heb jou ooit zien zitten op de beurs met lange stiletto nagels. Ja, dat droeg hij vroeger echt altijd heel veel. Karin, leuk dat je kijkt Karin. Hier krijg je toch een kick van. Marit vindt stiletto's echt nog steeds de coolste vorm nagels. Milene, fantastisch Debbie. En Stella van de Ende. Ik vind het mooi bij anderen, maar je moet er echt een type voor zijn. Maar ik ben dan ook schoonheidsspecialist en pedicure en daar worden mijn klanten en handschoenen niet blij van. Jammer. Misschien straks voordat ik op vakantie ga, heel mooi Debbie. Ja, het is met handschoenen inderdaad een beetje lastig, maar dan doe je er nog flexrep omheen en dan je bedenkt er ook weer allerlei leuke oplossingen voor. Maar ik kan me voorstellen met het masseren van het gezicht en het lekkere aanbrengen van cremmetjes en zo, dat het niet allemaal even handig is. Even kijken. En dan Nicole, die geeft nog aan, is de basislaag niet al veel te hard om te pinchen? Nee, omdat het een kleur is en omdat die glitter bevat, blijft die veel langer flexibel als dat je een normale clear of een normale blush zou gebruiken bijvoorbeeld. Dus daar heb je echt wel wat meer spelingsruimte in. Het is natuurlijk wel zo dat als je in systeem werkt op een hele set, dat je het wel een beetje in de gaten moet houden. Want die onderlaag die gaat natuurlijk wel uitharden op den duur. Dus je moet dat wel eventjes voelen. Dan hebben we afgelopen weken een speciale Facebook giveaway actie gehad voor Moederdag. En we hebben een aantal winnaressen die we daarvoor bekend gaan maken en die komen nu in beeld. En het zijn er te veel om ze allemaal af te gaan. Maar dames, van harte gefeliciteerd. Hartstikke leuk dat jullie hebben meegedaan en ik hoop dat jullie moeder echt heerlijk gaan verwennen hiermee. De post komt ook nog online te staan. Stuur even een mailtje naar info@nailtalklive.com of naar info@magneticnaildesign.com en dan zorgen wij ervoor dat de gegevens bij de juiste persoon terechtkomen en dat alles voor jullie geregeld wordt. Dus dames, van harte gefeliciteerd. Voordat we teruggaan naar Debbie en Pepijn, eerst Chemtalk over die vervelende hittereactie. Heb jij wel eens meegemaakt dat jouw klant klaagt dat het heel erg heet wordt in de lamp als ze met haar gelnagels voor uitharding de lamp ingaat? Ik denk dat de meeste nagelslissen dat wel een keertje hebben meegemaakt. Het is natuurlijk heel vervelend, want voor nieuwe klanten die schrikken zich helemaal dood van deze warmtereactie, maar voor jou als nagelslist gebeurt dat natuurlijk best wel vaak. Wat is er nou eigenlijk aan de hand op het moment dat de klant hitte ervaart?
Ten eerste is het belangrijk om je te realiseren dat op dat moment het hoogtepunt van polymerisatie bezig is. Dus de nagel is op dat moment, alle moleculen zijn elkaar aan het vastpakken, zodat er een harde kunstlaag ontstaat. Op dat moment is eigenlijk de chemische reactie van vloeibaar naar hard. En dat kan wel eens zoveel frictie met zich meebrengen dat de klant dat ervaart en warmte voelt. Nou zijn er een aantal redenen waardoor het nog warmer wordt ervaren. Bijvoorbeeld als de kunstlaag te dik is aangebracht, als je te dik hebt gewerkt met je gel, dan zijn er natuurlijk nog meer moleculen die verbindingen met elkaar maken, waardoor er nog meer hitte kan worden ervaren. Wat ook kan meespelen is de warmte in de salon. Als het in de salon heel erg warm is, dan voelt de klant de hittereactie eigenlijk te laat. Want wat gebeurt er nou? Die gel hardt uit van 0 tot 50 graden gedurende het uithardingsproces. Stel je voor de omgevingstemperatuur in de nagelstudio is 30 graden, dan voelt die klant pas die hittevorming tegen de tijd dat we over die 30 graden heen zijn. Misschien wel bij 35, 36, 37 graden. En het is dus een veel hardere steek dan wanneer het bij jou in de salon 21 graden is en de klant gaat ervaren dat het product al opwarmt vanaf 23, 24 graden. Magnetic Nail Design producten worden nooit warmer dan 45 graden, maar het is die schrikreactie waardoor die klant extra bang wordt van wat er gebeurt in die lamp. Een andere reden van deze hittereactie kan zijn dat de lampjes in de lamp te dicht bij het nageloppervlak zijn. Daarom is het belangrijk dat je altijd met een lamp werkt die door de fabrikant van het product waar jij mee werkt is uitgekozen, want die heeft getest, net als dat wij altijd testen, of er geen extreme warmte ontstaat. Mochten jullie nog vragen hebben, stuur een mail en ik zal proberen die voor je te beantwoorden. Ja, het blijft toch altijd inderdaad heel even puzzelen waar dat nu precies vandaan komt. Ik kan me voorstellen dat wanneer je daar niet helemaal in thuis bent, dat je bij jezelf denkt, hoe kan dat nu? Nou, nu weten we het. Ik heb nog een leuke reactie van Jeannette. En Jeannette zegt, Aukje, ik zie jouw kleurnagels al een paar keer voorbij komen. Welke kleur draag je? Deze is zo gaaf op beeld. Nou Jeannette, dat is de hot pink. En die heb ik in dit geval gedeeltelijk mat afgelakt en gedeeltelijk glanzend. Maar dat is echt een van mijn favoriete kleuren, een van mijn favoriete zomerkleuren. Ik draag ze ook echt op mijn vingernagels en mijn teennagels als het kan. Maar straks met het open huis en met de komende periode komen er nog hele vette andere kleuren uit. Die ik ook zeker weten ga dragen. Dus hot pink, de 249 geleefdjes uit mijn hoofd. Dan wordt het tijd dat we gaan kijken naar Pepijn en Debbie. Ja, daar zijn we weer. Ja. Je hebt al wat vuilstappen gedaan intussen. Er was niet veel vuilwerk, maar het is altijd prettig om je dan nu te kunnen focussen op hoe zit die vuiltechniek precies in elkaar. Ja. Ja, dit is. Nou, ik heb een standaard vuiltechniek dat ik eigenlijk altijd bij de nagel omhoog vuil. Vooral om voor te zorgen dat je mooie ronde ook een lengtebolling krijgt, zeg maar, over de gehele nagel. Dus dat doe ik bij stilettennagel eigenlijk ook. Daar begin ik mee. Maar in plaats van dat ik dan de hele nagel vanuit de verlengingslijn tot helemaal aan de nagelring pak, doe ik nu alleen het stukje op het nagelbed. Zoals we even onder topview gaan, pak ik eigenlijk dit stuk. Pak ik omhoog. Vooral om hem hier mooi recht omhoog te krijgen. En gaan we omhoog, omhoog. En dan rol ik hem eigenlijk ook een beetje mee. Ja, je rolt de vinger mee, hè? Ja, ik rol de vinger mee. Dus op deze manier een beetje naar beneden. En je ondersteunt ook met je onderliggende vingers de hele lengte van de nagel. Omdat die anders te veel zou gaan bewegen. Yes. Dus dan kan de vorm ook gaan afwijken. Ja, op deze manier kun je ook mooi druk geven. Ik probeer niet te veel deze techniek naar de voorkant toe te passen. Omdat die hier al vrij dun is. Dus dat doe ik eigenlijk alleen aan deze. In het midden van de lichaam van de nagel. Ja. Als je zo omhoog velt, als je dan van bovenaf, dan kun je ook heel goed zien dat ik hier nu geveld heb. En dan krijg je ook een mooie strakke lijn naar beneden, waardoor de nagel ook weer wat slanker lijkt. Ja. Dus cool. Hetzelfde doen we aan de andere kant. Nou, dit vinden wij als rechtshandige vrij lastig. Hè? Dus probeer daar ook je manier in te vinden. Je kan hem ook andersom vasthouden. En op deze manier dan eventjes ondersteunen, waarmee je deze beweging kan maken. Dat voelt ook iets prettiger. Ja. En dan veil hem niet echt bovenop, want dan ga je hier veilen, maar probeer echt vanaf het onderste gedeelte omhoog te veilen. Parallel aan de lower archlijn eigenlijk. Ja. Ik weet nog wel, weet je wat nou de grootste uitdaging was van het dragen van stiletto-nagels? Nagels zetten bij andere mensen en die dan veilen. Ja. Want je nagels zitten gewoon vreselijk in de weg. Die zitten in de weg, ja. Ik kan ze zelf echt niet dragen. Nee. Dus om die lijnen dan weer samen te pakken, pak ik hem hier aan de zijkant. Ik zet wel echt even mijn vinger hier wel onder, want ik vind het toch wel fijn om dan hier de ondersteuning te hebben. En lichte druk
En daarmee veil ik eigenlijk op deze manier omhoog. Wat ik prettig vind is dat die nagel stabiel op je vingers ligt. Je hebt je vingers eigenlijk in de C-curve van de nagel geplaatst. Ja. Zodat die wederom niet te veel gaat bewegen. En dat valt me nu extra op. Omdat ik natuurlijk heel lang geen lange nagels meer heb gedragen. Ja, dus door hem daaronder te zetten blijft het mooi. En je ziet nu ook dat ik ook precies zeg maar, dan zo heel de nagel mee kan pakken. En hetzelfde doen we aan deze kant. Dus wel even goed kijken. En dit is de moeilijke kant weer voor ons. Dus we moeten heel bewust mee bezig zijn. En dan rol ik hem eigenlijk over de nagel heen. Als je hem van de zijkant even kijkt, draai ik hem even om. Dan zie je eigenlijk dat ik een beetje het puntje probeer vrij te houden. Ja. Zodat die is al heel dun, dus daar hoef ik niet heel veel te veilen. Die pak ik straks op het laatste van mee. Maar nu ik vind het belangrijk dat ik die rechte lijn ga creëren. Van nagelriemlijn eigenlijk bijna tot apexlijn eigenlijk tot aan de punt. Zo. Ja. Jeetje. Ja, goed te zien zo. Ja, even zo. Dan pak ik hem even bij. Eventjes hier de apex aansluiten. Ja. Veranderen de locaties van de apex, et cetera, op een stiletto nagel, in jouw opinie? Ja, ik zeg altijd tussen de 50% en 25%, een beetje de algehele regel. Toch zie je vaak wel dat hij met een stiletto wat meer naar achter kan liggen. Mm-hmm. Ik vergelijk het altijd een beetje met de Erasmusbrug. Ja. Dus aan de ene kant heb je een sterk punt en vanuit de verlenging, daar ga je door in de verlenging, ga je dat houdt de stevigheid. Ik ben zelf niet zo van hele grote bollingen en flinke apex. Ik vind het toch mooier als die echt mooi overloopt. Dus om eerlijk te zijn, ligt eigenlijk de apex bij mij van nature nog altijd wel op het stresspunt van de natuurlijke nagel. Ja. Ja. Nou, ga ik eventjes bekijken of ik hem inderdaad moet even van de zijkant uit. Ja, goed ook echt vanuit de zijkant kijken, hè, zoals je dat beetje hebben ziet. Dus als ik nu kijk, dan zie ik dat ik hier nog iets aan. Je hebt natuurlijk ook een vrij bolle nagel van jezelf. Dat is niet iets wat ik zomaar kan wegcamoufleren. Nee. Dus ik moet ook wel oppassen. Ik ga er nu heel lichtjes overheen. Gewoon om heel even een beetje de illusie te creëren dat hij wat rechter eruit loopt. Ja, en dan op het laatste, dan ga ik eigenlijk pas... Echt die top pakken. Echt de top pakken, ja. Heel lichtjes. En ook weer vanuit de zijkant beoordelen. Ik wil geen afhangende top hebben. Nee. Het is net als een snoorpunt. Die moet ook niet afhangen. Nee, precies. Heel lichtjes eroverheen. Nou, dan pakken we een. Een buffer. En dit is wel echt iets waar je voor moet opletten met de stilettonagel. Ik zie dat ik hem omhoog hou. Dat doe ik bewust. Ja. Want anders blijft met je punt erin hangen en breekt je topje af. Nou, dat wil je echt niet. En het doet ook heel pijn gewoon. Ja, ook dat. Maar ik vind het toch net ook al, want ik ga zo meteen wel gewoon eindigen met een topgloss. Maar dan met de Supreme Finish. Maar dan toch vind ik het wel mooi als je dan net even... De krassen weg hebt. Ja, en de harde lijn, een buffer, maakt het geheel toch vaak altijd wel wat zachter. Ja. Ja, en je kunt net even wat corrigeren. Als we hem even omdraaien, kun je ook nu aan de binnenkant kun je heel goed zien... Dat ik overal gelijke lijnen heb. En wat ik dan vaak doe, is nog eventjes hier. Mocht daar nog wat kleren zitten. Even een beetje. Even, wel voorzichtig. Let hier weer op je puntje. En daar ook. Nou, dan zie je eigenlijk dat de lijn ook hier vrij dun is. Welke gritvel heb je eigenlijk gebruikt, Debbie? Om je oppervlakte te veilen? 180 grit vel. En het liefst eentje die eigenlijk al een beetje gebruikt is. Dus waar eigenlijk de scherpte van af is. Dat vindt het veld lekkerder. En het geeft ook het minste risico dat ik de mist in ga. Of net even iets te veel druk zet. Dus 180 grit. Daarna ben ik overgegaan op een buffer. En ook, hij is weer pas in de collectie. Maar de 220 grit vel vind ik ook een erg fijne, zachte vel. Om vooral als je wil veilen, maar niet te veel wil weghalen. Dus echt wil perfectie veilen. Ja. En dan Wendy die vraagt nog, en ik denk dat ze daarmee bedoelt het omhoog veilen wat je straks hebt gedaan. Ja. Wat je heel goed hebt laten zien ook. Maar Wendy die vraagt zich af of je zo geen luchtveld onder de nagel. Omdat je eigenlijk hem een beetje, ik denk dat zij het idee heeft dat je hem omhoog duwt op het moment dat je aan het veilen bent. Nou, in principe als ik ga veilen, dan is de acryl al hard genoeg geweest om te kunnen aanhechten. Of je nou omhoog of naar beneden veilt, het hangt echt van je druk af.
En van het product of het aanhecht of, niet. Ik denk als je lucht krijgt, dat je gewoon geen goede aanhechting hebt gehad. Ik heb nog nooit meegemaakt of gehoord dat het daardoor los geveld kan worden. Ja, ik weet en niet het of... is ook niet... Het is natuurlijk omhoog veilen, maar het is mee veilen, ja, met de bolling van de nagel. Als je nou hier het schabloon hebt, en we doen even alsof deze rol schabloon de nagel is, dan bedoel je eigenlijk dat je dit veilt. Ja, ja. Dus je bent niet dit aan het doen. Ik duw de nagel niet opzij, nee. Je duwt. Ja. Mooi hè, met die lange nagel. ik benadruk de kant die ik op ga. Nee, wat ook is, kijk, veilen op camera ziet er altijd best wel heel heftig uit. Maar eigenlijk laat ik de velden overheen zweven. Dus de druk is heel nauwelijks. Het is echt puur om perfectie in de structuur aan te geven. En niet zozeer om veel kracht te zetten. Als ik echt heel veel product zou moeten weghalen, dan zou ik denken, ja, dan ga ik toch wel voor de rechtere veldtechniek. En dan ga je omhoog en dan ga je beneden net zolang totdat je hem daar hebt. Deze, echt zo, het richting met de nagel meeveilen, heeft echt te maken met perfectie van structuur aanbrengen. Ja, duidelijk. Nou, jij gaat deze nagel afmaken en ja, dan gaan we naar iemand anders kijken die perfectie beheerst. Kakstrak in de lak, Mirjam Zwart met ombre en color powders. Hi, daar ben ik weer met de nieuwe tip van deze week. Dit zijn de producten die ik ga gebruiken. Acrylkleuren Opaque Pink, Crystal Clear, een Glitter Gold en ik ga de Prestige Liquid gebruiken. Maar het zou ook eventueel kunnen met de Blue Liquid en ik ga jullie vertellen wat daarin het verschil maakt. Ik ga jullie vandaag een veling laten zien met acrylglitters. Laten we beginnen. Ik ga een almond shape nagel maken. Ik ga hem niet zo lang maken. Ik gebruik wel een stiletto nailvorm. Maar ik ga de stiletto nailvorm een beetje inkorten, waardoor het iets makkelijker wordt om mee te werken. Ik start met het aanbrengen van de softbond primer. Deze verdeel ik over de gehele nagel. En dan gaat hij 30 seconden in de twin light. De reden dat ik de softbond primer 30 seconden in de twin light doe, is dat mijn kleeflaag nog steviger wordt, waardoor mijn hechting beter wordt van de kunstnagel die ik hierop ga plaatsen. Dan ga ik starten met een verlenging Crystal Clear. Die plaats ik tegen de free edge van de natuurlijke nagel. En hier ga ik mijn verlenging mee creëren. Ik kies er bewust voor om dit niet meteen met mijn glitter te doen. Dit wordt ook weer makkelijker voor je nabehandeling. Als je een laagje clear eronder hebt zitten, dan kun je met je nabehandeling de glitters verwijderen tot aan je laag clear. En daar kun je hem dan weer op gaan nabehandelen. En dan ga ik starten met mijn fading glitter acryl. Ik plaats mijn bol op het uiteinde van de verlenging die ik net heb gemaakt. Deze verdeel ik en dan ga ik hem veden richting de natuurlijke nagel. Dan kies ik ervoor om een opaque pink op het nagelbed te plaatsen. Deze is mooi roze, maar nog wel transparant. Ik plaats mijn bol in het midden van de natuurlijke nagel en dan ga ik hem verdelen. Richting cuticle area. Dan kies ik ervoor om nog een klein beetje clear over mijn glitters heen te doen, zodat ik dadelijk zeker weten genoeg product heb om te kunnen veilen. Dit is eigenlijk gewoon een extra laagje.
Ik heb nu gekozen voor de Prestige Liquid. We hebben de Prestige Liquid en de Blue Liquid. Het verschil daarin is, ik vind het fijner werken met de Prestige op het moment dat je een fading doet. Dan heb je iets meer tijd. Deze hard iets minder snel uit. Dus hiermee kun je mooie glittertjes laten faden. Hetzelfde geldt als je werkt met een Baby Boom, de Natural White. De Hot Pink en de Opak gebruik ik daar altijd voor. Kun je ook mooi die fading maken. De Blue Liquid hard iets sneller uit. Het voordeel daarvan is, op het moment dat je nou graag 3D-designs maakt met acryl, dan kun je ietsje sneller doorwerken. Dan werk je natuurlijk met kleine bolletjes acryl en dan kun je ze iets sneller laten uitharden, waardoor je sneller een mooi design kunt creëren. Dan ga ik de nagel pinchen. Dit ga ik doen met een expert tang. Ik test al dit eerst eventjes door er zachtjes in te duwen om te kijken of dat die gepinched zou kunnen worden. Als je nou de lower arches gaat veilen en je sidewalls, zorg er dan voor dat je huid los is van het product, zodat je je klant niet kunt pisseren. Als ik de nagel dan vervolgens in model heb geveild, dan ga ik mijn cuticle area nog mooi smooth veilen. Dit doe ik met een expert bit. Dan wil ik mijn lower arches natuurlijk nog kakstrak. Daarvoor gebruik ik een saffiervuil. Geef geen druk op je vuil. Zo kun je zien hoe mooi strak je je lower arch kunt veilen met een saffiervuil. Dan ga ik de nagel aflakken met de Supreme Finish, de nieuwe topgel. En daarbovenop ga ik nog een leuk detail toevoegen. De Supreme Finish topgel gaat 1,5 minuut in de twin light. Dan ga ik nog een leuk detail aanbrengen op de nagel. Dit doe ik met de Liner White en een Frush penseel. De Liner White gaat 1,5 minuut in de twin light. De Liner White heeft een heel klein beetje plaklaag. Deze ga ik verwijderen met de Finishing Wipe. Finishing Wipe is iets minder heftig als de Prep & Wipe. Hiervan doe ik een klein beetje op mijn paper, op een nail wipeje. Die vouw ik dubbel en dan met een puntje ga ik voorzichtig over de Liner White en dan heb je geen plak meer. En dan sluiten we de behandeling af met de cuticle oil. Ik hoop dat jullie deze tips weer leuk vonden en ik zie jullie graag weer de volgende keer. Ja, cool hè? Super makkelijk zo'n acrylfading en je kunt er echt onwijs veel dingen mee maken. Je kunt ook de glitters en de kleuren allemaal mengen met elkaar voor de dames die nog niet zo ervaren mee zijn. Je kunt er echt hele toffe dingen mee doen. Dus misschien moeten we daar eens wat meer aandacht aan besteden, maar het is zeker heel erg leuk. Er zijn heel veel opmerkingen binnengekomen over de nagel van die Debbie zojuist heeft gemaakt bij Pepijn. Dat die super mooi is. Mee is vanavond niet in de regie erbij, maar ze is wel mee aan het kijken natuurlijk. Dus hartstikke leuk mee en ze zegt strakke nagel Debbie. Simone, wat een prachtige nagel. Prachtige nagel. Prachtige, supermooie nagels. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Het wordt tijd dat we gaan kijken naar Roos over werkkleding, bedrijfskleding. Lekker warm hè, vandaag. Nou. Maar heb jij het niet echt heel warm met je schort aan? Oh, ik heb het ontzettend warm. Maar wij moeten echt een schort aan, handschoenen aan en een mondkapje. Ik heb nu dat mondkapje niet op omdat het niet gaat. Maar we moeten ons beschermen tegen het stof en tegen de gel, tegen de producten. Het is echt heel warm en ik heb namelijk ook geen airco. Toch moeten we het inderdaad doen. Na iedere klant moeten we zorgen dat we een nieuw mondkapje doen. Want als we dat niet doen, we praten nogal veel als nagelstylisten. Als we dat niet doen, hij wordt te vochtig. En als die te vochtig wordt, werkt het mondkapje niet. Hetzelfde geldt voor de handschoenen. De handschoenen naar iedere klant vernieuwen. Want mocht het zo zijn dat we knoeien met gel of een liquid op de handschoen, dan is die 20 minuten beschermd. Dus we moeten zorgen dat we wel naar iedere klant nieuwe handschoenen aan hebben. En een schort is natuurlijk tegen het stof, zodat onze kleding niet vies wordt. Nou, ik ben bijna klaar. Ik ga lekker de nagelriemolie bij je doen. En als we de nagelriemolie doen,
dan moeten we ervoor zorgen dat we ze afdoen. Want ik vind met de nagelriemolie vind ik handschoenen en inmasseren niet lekker. Dus wat ik doe als het warm is, natuurlijk hartstikke zweten, pak ik een handdoekje en maak ik heel even mijn handen droog. Want anders is het vies voor de klant. Daar gaan we. Lekker eventjes nagelriemolie. Dus, naar iedere klant een nieuwe handschoenen aantrekken, een mondkapje en altijd een schort dragen. Succes! Ja, dat is toch een lekker ding, hè, die Roos. Maar het wordt tijd dat we gaan naar de winnaars van de prijsvraag. En de prijsvraag was natuurlijk, de hoeveelste uitzending is dit van Neil Talk Live? En het correcte antwoord moet natuurlijk zijn de 49ste. Want volgende week hebben we de 50ste, dus een jubileum. En de dames die hebben gewonnen, dat zijn Denise Pauw, Megan Tingen en Samantha van den Nieuwenhuizen. Dames, van harte gefeliciteerd. Graag ontvang ik van jullie je adresgegevens op info@neiltalklive.com. En dan zorg ik ervoor dat je voor het weekend nog een leuk setje plastic gel in huis hebt. En een ultra designer penseel, zodat je lekker aan de slag kunt gaan en prachtige bloemen kunt gaan maken. Meiden, van harte gefeliciteerd. Dan wordt het tijd om ik vergeet iets. Wat ik al zei, volgende week de 50ste aflevering. Vergeet dus niet om te kijken, want we hebben echt een aantal superprijzen. En een aantal hele leuke dingen voor jullie in petto. Dus zorg dat je erbij bent, hè, volgende week. Nu het eindresultaat van Debbie. Ja, en ik heb een hele mooie nagel. En Debbie heeft ook nog een paar strassteentjes opgezet. Ja, ja. Het voelt weer helemaal als van oud. Ja. Het is echt heel bijzonder om weer een nagel op mijn vinger te hebben. Nou, ik vind het ook echt zo leuk om weer te doen. Ja, je ziet hem hier. Je hebt een paar strassteenen gezet. Ja, een paar strassteenen zo langs de smijlijn. Want er moet altijd wel een steentje bij. Zodan zo kun je ook mooi de lijnen. Het licht is ook altijd, ja, kun je goed zien. Ja, hij is prachtig. Ja, het is, ja, echt. Dan draaien we hem even helemaal om. Dan kunnen we de onderkant ook even goed bekijken. Twee smilelines voor de prijs van één, zei, ja, vroeger altijd. Ja. Echt een geweldige nagel. En natuurlijk afgelakt met een geweldige Supreme Finish. Dat is echt, vind ik echt fantastisch. Nou, ik vind deze mooi glans. Ook, ja. Echt geweldig. Lang geleden dat ik zo'n bijzondere nagel op mijn hand heb gehad. Het voelt een beetje onwennig, maar het voelt ook wel als ergens van, zou ik nog een keertje? Maar ik denk het niet. Ik denk, nee, toch dat het met werken niet helemaal handig is. Nou, ik hoop dat jullie zijn geïnspireerd door deze geweldige nagel. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat we jullie weer hebben kunnen inspireren om terug te duiken in misschien wat een beetje extremere nagelvormen, maar wel iets wat gewoon super tof is om te maken. Volgende week ben ik weer aan de beurt, zit ik weer op jouw plek. En ik ga me alvast voorbereiden, want ik wil jullie volgende week natuurlijk echt iets heel bijzonders laten zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Het was weer een avondje nagelplezier. Het is alweer bijna 21:30. De tijd vliegt ook live voorbij als je bezig bent met ons prachtige vak. En volgende week de 50ste aflevering. Vergeet het niet. Hierna komt nog een klein filmpje over Fibercoat. Want binnenkort komen er maar liefst 3 nieuwe kleuren. Today I will introduce you to Fibercoat by Magnetic. Fibercoat is like a building base but reinforced with fiber particles in a small bottle. This product is ideal to use when you want to elongate the natural nails with tips or if you have a damaged natural nail that you need to smooth out. I will show you how to do this.
As you've seen, FiberCoat is great to smooth out a not even nail surface. Give it a try. Good luck.